Hallo allemaal, uh, Frans uh, Dullemeyer hier. Uh, ik ga weer verder met het uh, Meccano en Arduino project en uh, vanavond komt uh, eigenlijk uh, Meccano met MacControl aan de beurt. Ik stap nog even terug naar het uh, vorige uh, videootje en met uh, dit plaatje. Dit is uh, een afbeelding van het uh, printje wat met uh, Arduino werkt en wat in, uh, met C uh, geprogrammeerd wordt. U ziet hier uh, het grote uc, ik heb het al een keertje aangewezen, maar ik wou er toch wat meer over vertellen. Flinke plak van een centimeter of 4 5 lang is het en er zitten uh, uh, totaal uh, 28 pootjes aan. Dat zijn die zilverwitte gevalletjes. Het geheel zit in een, uh, in een voetje, een connectortje, dus je kunt die hele print uh, eruit halen en weer verwisselen. Uh, dat is best wel makkelijk, hij zit dus niet gesoldeerd. Mocht hij overhoop defect raken, dan is dat uh, min of meer te verhelpen. Je uh, kunt er een nieuwe in zetten, maar hij moet wel geprogrammeerd worden. Het is mij nog, ik heb het nog nooit gedaan, ik weet niet of het echt mogelijk is, maar in ieder geval, dat IC kan eruit. Ter voorkoming dat u hem er verkeerd inzet, zit er een inkeping in. Kijk, die zit hier zo. En, ik zal hem wat vergroten, dat kuiltje wat u daar ziet, ik kan er met de cursor niet bij. Dat is een klein klikkerkaaltje en die geeft... Pinnetje 1 aan. Dus dan uh, weet u precies uh, aan welke kant uh, u dat pinnetje 1 moet zetten. Verkeerd erin zetten betekent meestal einde van uh, het IC en uh, ja, dan moet u weer overnieuw uh, aan de gang. Nou, deze zetten we even terug. Het uh, programma van de vorige keer, dat was video 9, die, uh, dat was een experiment met uh, twee uh, letjes, een rode en een groene. En ik ga datzelfde. <coughs> experiment nou eens even uithalen met het Mac Control want die werkt natuurlijk met Mac Control eh, programma eh, codes en niet met C++. Um, Overigens C++, dat heb ik u misschien eens verteld, is een heel bekende taal en uh, waarschijnlijk als u nu achter uw pc zit um, uh, weet dan dat het uh, Windows 10 besturingssysteem voor een groot deel geprogrammeerd is in uh, C++. De nieuwe uitvoering C, dat is C Sharp geworden. Met de, de Sharp is het kruisteken uit de muziekwereld. En dat is nog weer geavanceerder en slimmer, maar wij uh, houden het voorlopig even bij C. Ik uh, ga even de camera wisselen. Kijk hier zo. Dit is het uh, printje wat ik gebruik voor uh, uh, Mac, Mac Control en. Kijk, hier kunt u ook goed zien: dit kleine fritpakje hier zo, dat is dus hetzelfde als die grote pak die we net zagen. Het grote verschil is, als ik hem verrood, dat je dit ding er niet uitgesoldeerd en zeker niet er weer ingesoldeerd krijgt. Mocht dat ding defect raken, dan is het gewoon einde verhaal en u zult een nieuwe print moeten aanschaffen. Zo. Goed, gaan we even de camera verleggen naar de netjes. Uh, Kijk, daar zijn ze, die twee jongens. En eh, nou even een huishoudelijke mededeling. Het eh, is lastig lezen in het echte programma hier op het scherm, daar ben ik wel minstens wel achter. En ik heb dus alle tekst die in het programma staat, heb ik eventjes in een uh, tekstverwerker gezet. Het is gewoon Word hoor, niks bijzonders. Um, maar dan kunt u het wat beter lezen. Het is uh, ja, een noodgreep en aan het einde van, de, van al die toelichtingen ga ik gewoon met het echte programma uiteraard aan de gang. Dan wordt het echt. Tot zover dit huishoudelijke gedeelte gaan we de eerste bekijken dit is uh, de definitie gedeelte uh, MacControl kent niet die term van van definities en van setup en van van loop zoals we dat bij uh, C++ zagen uh, maar ik heb het er toch erbij gedaan om toch een beetje uh, een houvast te hebben voor uh, mensen die dit gaan doen en die uit de mekanenhoek komen of die het allebei willen gaan doen ik, ik wil beide programma's leren kennen um, dit is commentaar. Dit commentaar hier zo, dat staat even als zijnde van dit is commentaar, dus dat, dat hoort er niet bij. Maar je kunt dus hier met twee streepjes neer te zetten, kun je ervoor zorgen dat het programma dit ook ziet als definitief als commentaar. Het hoort dus niet meer bij het programma. En als je een heleboel streepjes achter elkaar zet, dan ziet hij dat uiteraard ook niet. Dus dit hoort niet bij het programma, is duidelijk een aanwijzing voor u en verder de rest niks. Hier wordt het anders. Um, in C hadden we de, het commando int van integer. Uh, die kon een waarde toekennen dus tussen de min 32.000 en de plus 32.000. Uh, MacControl kent het let commando. Uh, iets als uh, nou ja, let it be of iets dergelijks uh, kunt u voor uzelf invullen. Het read on time is een variabele. Die wordt uh, opgenomen in het systeem en we geven hem de waarde 1. Nou, dat geldt voor de red off time, de green on time en de green off time ook. Ze krijgen allemaal één. En straks zult u zien dat die waarde vertaald wordt om die red on time en al die andere tijden om te gaan zetten in 1 seconde. Tot zover de definities. Dan gaan we naar de setup. De setup is wel interessant. Hier weer het, het gedeelte commentaar, dat ziet u daarboven. En die heb ik al u uitgelegd. Maar wat hier staat is wel een beetje bijzonder. Hier staat eigenlijk connect verbindt een ledje met pinneke 10. En geeft die led de naam red. Eigenlijk is het het toekennen van een variabele. En zou u die eigenlijk in het definitieveld zetten. Maar dit connect per, uh, commando dat voorziet er al een beetje in dus dit is echt wel een verschil ten opzichte van het C++ maar op zich niks mis mee het is maar dat u het weet. Uiteindelijk geldt het natuurlijk ook voor verbind een ledje aan pin 9 en noem dat ledje green. Dit is al. We gaan naar de volgende en hier krijgen we dan het control, nou oh, die moet ik even een beetje in het midden zetten. Kijk. Het, uh, het loop gedeelte. Ook oh, weer commentaar met de loop. Heeft het dus eigenlijk, Het is gewoon dus een verwijzing van zo d met het in C. Hè? Dit programma, dat gaat eigenlijk op dezelfde manier ronddraaien. Het is gewoon het hoofdprogramma. Hè? Uh, de eerste regel die geven een, een, een labeltje. Dat, ja, een paaltje met een, een bordje erop en een start erop of zo. Dit, dit, dit is een, uh, ja, een vindplaats. We noemen hem Start. We hollen door het programma heen en onderaan krijgen we weer jump to start. Dus dan gaat hij weer terug en gaat hij daar weer beginnen. Dus hij gaat gewoon keurig ronddraaien. Net zoals dat je in C++ met het, uh, het loopprogramma deed. Nou, die paar uh, programmareels zijn eigenlijk heel uh, duidelijk. Uh, light red, nou steek uh, het letje aan wat rood heette. En uh, wacht dan red on time seconds, dus dat betekent wacht... 1 seconde, want dat hadden we in het definitieveld afgesproken. Zet hem uit, light black. Dat is uitzetten. Uh, die red. Dus die gaat weer uit. Weer 1 seconde wachten. Red off time. Zet de groene aan. Wacht 1 seconde met, uh, met, met, met het aan zijn. Zet hem weer uit. Wacht weer 1 seconde en ga terug naar de start. Eigenlijk niks nieuws. Alleen andere decreten. Toch ook wel leuk. Nou. Dat betekent dat uh, we nu het programma kunnen gaan draaien. Hier bij MacControl. Hier heeft hij hem. Ik heb er nog wat meer commentaar boven gezet dat ik het geschreven had en dat ik door MacControl uh, um, geholpen word en zo. Uh, maar niks bijzonders eigenlijk hoor. Kijk, daar is die definitietabel. Hier zo, die heb ik ook ingezet. Hier al die eentjes heb ik erin gezet. En uh, het Connect Red en het Connect Groen tot pin 10 en pin 9. Ik hoop dat u het allemaal een beetje kunt zien en hier het start, uh, het labeltje start en het jump to start en hier die uh, 2x4 uh, commandoregels. That's all. En die gaan we gewoon aanzetten en dan is het de bedoeling dat hier boven die twee, uh, die groene, groene en die rode led, dat die wat leuks gaan doen. Ik ga hem gewoon uh, starten. Nou daar gaat uh, Hij is er al. En uh, u ziet nou ook heel leuk, ik hoop dat u het kunt zien, dat het programma dat je dat ziet stap hier, hops en dan is die daar en dan is die daar en dan gaat hij weer terug, dan is die daar en daar en kijken we hier naar uh, de lampjes, ik zal het even groot maken. Kijk, uh, die doen het best wel, hè? Uh, ik weet niet of ze een beetje kan uh, kerstverlichting aan kan brengen. Kijk, gaat prachtig, hè? Nou, dan kunnen we hier eventjes uh, vlot mee gaan spelen. Uh, ik ga het even terugzetten naar deze hoek en we gaan het even stopzetten en we gaan even uh, spelen. Hij staat nog stil en ik ga de red on time naar 2 seconden op opzetten. 2 seconden wordt dat en dat doen we met de uh, green on time doen we dat ook. 2 seconden en we laten hem weer lopen. En gaat hij weer. Nou. Leuk voor jezelf. Ze branden allebei duidelijk. Wat langer. Prachtig. Dat gaat allemaal goed. Nou. Uh, we hadden gezegd. Uh, ik moet hem even stopzetten. Ik maak hier 0,2 van. Want ze waren decimaal deze dingen. En dan wordt het 0, punt. Twee. De Engelsen gebruiken een punt in plaats van een komma, dus uh, daar moet je even mee uitkijken. En met die green on time, dat wordt dan 0.2. En je moet ook eventjes goed zetten. Kijk dan. Moet, oh nee, ik heb een komma neergezet. Ach jee, een komma. Nee, het moet een punt zijn. Zo ziet hij maar, dat pikt hij al niet eens. 0.2. Kijk, zo is hij weer goed. En die gaan we weer starten. Op het e en uh, we halen de, het balletje erbij en kijk even heel kort ga je die tijd nog korter maken dan zie je niet zoveel verschil dus ik heb een beetje mijn vragen nog bij die uh, die zogenaamde decimale waarde dat is nog niet helemaal duidelijk maar als alles meteen duidelijk is is de sport er ook af hè? ik ga nog een ander experiment doen om wie uh, de, 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 de begrip variabelen en ze nog eens goed duidelijk te maken we zetten hem stop en nu ga ik dat letje wat tot nog toe red heette, die ga ik nou noemen aan. Gewoon aan van aan en uit. Aan. Ja. En dan moet ik hem in het programma ook aandoen. Kijk, dan maak ik hem hier ook aan. En dat doen we hier ook nog een keer. En dat zou dus eigenlijk niks uit moeten maken. Het is gewoon een variabele die nou van naam verandert. Nou, we zetten hem weer starten. En we gaan even kijken wat hier gebeurt. U ziet het, er is niks aan de hand. Hier heb je dus eigenlijk een leuk voorbeeld van eh, het begrip, het, het begrip variabelen, dat je die gewoon zelf kunt kiezen. En je mag dan wat mij betreft dat green, mag je op uitzetten ofzo. Maar het gaat erom dat u het begrip variabelen eh, toch goed begrijpt. Nou, voorlopig stop ik hiermee. Met um, het volgende gedeelte gaan we weer verder spelen met <coughs> de counter. Om die lampjes vaker te laten draaien. Um, als u niet precies weet wat ik bedoel, dan moet u toch eventjes video 9 nakijken. En dan bent u weer op de hoogte. Dank ik u verder voor uw aandacht. En uh, tot ziens.